Oké, we gaan door. Ik heb geen idee wat het nut heeft om hier eigenlijk verder te kijken, want alles is hier weggevaagd. Ik bedoel, hier is ook al gelijk water, al die torens zijn kapot. Ja, goed, het gaat niet heel erg veel beter worden meer, denk ik. En ik ben er best wel blij om. Khaleesi is hier ook gewoon lekker weggejaagd. Maar ik heb roddels gehoord dat Khaleesi een nieuwe stad heeft. En daar ben ik dan weer niet zo heel erg blij mee. Maar laten we daar gewoon even... als we tegenkomen, dan gaan we er langs. Maar ons doel is natuurlijk Entropia. Maar ik denk dat we er wel langskomen, want... Ja, Khaleesi is niet zo'n heel erg groot land. En ik denk dat alles wel een beetje opvalt meteen. Want ik zie daar al een enorme muur. En ik denk dat dat dan ook wel weer de nieuwe stad is. Dus dan gaan we daar gewoon ondertussen even langs kijken. Van hoe dat er precies uitziet. En ik moet zeggen, dat ziet er best wel vet uit van deze kant. Even kijken. Ja, moet je eens kijken. Daar zie je de poort. En die ziet er toch wel heel erg vet uit. Hoe kom ik hier makkelijk op? Laten we gewoon even sand gebruiken. En dan gaan we er ook even af. Oké. Ja, dit is toch wel een hele aparte bouwstijl, moet ik zeggen. Er wordt gebruik gemaakt van cobblestone, maar ook gewoon... volgens mij is dat sandstone, ja. Het ziet er best wel apart uit. En daar dat andere. Ja, het ziet er toch wel heel erg vet uit. Ik weet niet of het zo verstandig is om via deze kant binnen te komen, want... Het kan zomaar een trap zijn. We gaan gewoon even sneaken. Oké. Hopen dat er niemand is. Oh. Niet voor de poort met redstone of explosies kloten. Blijf van de buttons af, dit is alleen voor oorlog. Lava voor de poort, obsidium om voor de poort te doen. Ah, slim dat jullie dat hier neerzetten, Khaleesi. Want hier is je vijand. Motherfucking je naven. En ik weet nu meteen wat al jullie plannetjes zijn. Oké. Niet voor de poort met redstone of explosies kloten. Obsidium om in de poort te doen. Blijf van de buttons af. Dit is alleen voor oorlog. Aha, dus dan komt er één pijl. En denken jullie serieus dat je daar een heel leger mee kan afslaan? Ja, denk het niet. Anyway, als wij hier oorlog gaan voeren, dan weet ik zeker dat ze hier heel veel mannen op gaan zetten. Dus deze spionage heeft me wel weer opgeleverd dat ik dan in ieder geval weet dat we onze troepen daar niet naartoe sturen, maar van een andere kant komen. Oké. Deze toren ziet er wel vet uit, moet ik zeggen. Goed gebouwd. Water, een brug. Nou, laten we hier gewoon even overgaan. Ik moet eigenlijk op die toren komen, zodat ik even een overzicht heb op heel de stad. En alles is ook wel ingericht. Dus het is nog wel een beetje een leven allemaal. Even kijken. Ik hoop dat er een trap is omhoog. Ja, die is er volgens mij wel. Even wat eten. Ik begin alweer traag te lopen. Ik moet trouwens echt op zoek naar eten, dus... We moeten een beetje kijken in de chest rooms overal. Oké, een trap omhoog. Nou. Ja, ik hoop dat we niet gezien worden. Deze open als het goed is. En dan hebben we gewoon denk ik wat beter uitzicht over de hele stad. Dat zou mooi zijn, want dan weet ik meteen een beetje waar we aan toe zijn. Ah, hier hebben we al een mooier uitzicht. Oh my fucking god. Oké. Serieus, deze stad, ik had niet verwacht dat het zo groot was al. God damn it. Khaleesi. Dat is een kerk volgens mij. Kan ik hier afspringen? Nee, ze hebben geen water hier gelegd. Oké, ik had niet verwacht dat Khaleesi alweer zo goed terug had gekomen. Maar ja, niks is ook die... Ik zie ook geen leven of zo. Ik zie soms wel dingen bewegen, maar ik weet niet zeker of het mensen zijn... Maar als het goed is, zijn hun dus ook aan het samenwerken met Entropia om een hele groep op een geheime plek te verzamelen. Oké, lastig wordt het. Maar ik moet sowieso nu op zoek hier in deze stad nog even heel vlug naar eten. Want anders ga ik deze reis niet redden. Maar ik wil hier eigenlijk, heel eerlijk gezegd, wel zo vlug mogelijk weg. Oké, hier is een baan om te oefenen met boogschieten. Misschien in de kerk. Misschien kunnen we daar wat eten vinden. Of ik loop sowieso even hier door. Ik weet niet wat dit is. Swagger's Crib. Hebben ze hier eten? Zouden ze hier eten hebben? Oké, even kijken. We moeten hier even door. Oh nee, ze hebben niks. Nou, ik heb nog 3 gekookt. Oké, ik heb nog wel een beetje eten. Maar het is een beetje op aan het raken. En ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat wij eindelijk in Entropia aankomen. Oké, die kerk, ja,
De rest is waarschijnlijk gewoon een woonwijk, maar die kerk vind ik wel heel erg interessant om even te gaan bekijken van dichtbij. Ik zie dat daar ook een begraafplaats is volgens mij, want ik zie een kruis. Oké, okay, kan ik hier op? Ja. Ik moet zeggen dat het er wel allemaal heel erg mooi uitziet en dat zeg ik niet graag van een stad van een vijand. Oké, dit is een begraafplaats. Laten we kijken of we hier nog bekende mensen tegenkomen. Xanderman, Mikey... Wat is dit dan voor een kruis? Er staat geen naam op, oké. Okay. Ja, die kerk. Ik weet niet wat ze daarmee willen doen, maar ik moet zeggen dat ik verwacht dat ze niks met deze kerk gaan doen in de oorlog. Dus als wij aankomen hier, dan is het misschien wel heel makkelijk om deze kerk te gaan gebruiken om binnen te vallen. Want wat ik nu al meteen zie, is hier allemaal glas en dat slaan we dan gewoon in. Kijk, dit is nog een beetje kapot. Nou, het wordt alleen maar makkelijker voor ons gemaakt. Wat hebben we daar? Kantoor Corporaal Noah. Alleen binnenkomen met toestemming. Oh, mooi. Als dat er staat, dan ga ik juist naar binnen. Aha! Mooi. Enchant boek. Heb ik allemaal niet nodig. Hebben ze nog wat informatie hier? Waarom heeft hij dan weer geen eten erin zitten? Cactus Queen. Alleen maar Rotten Flesh. Verdomme. Nee, volgens mij hebben ze ook alle geheimen meegenomen. Afblijven, anders komt de grote boze wolf. Dan gaan we juist naar binnen. Iron chestplate. Allemaal troep. Ik heb dit allemaal niet nodig. Hebben ze gewoon even eten ergens? Hier, ik kan nu wel meteen al zien dat ze nog steeds iron gebruiken. Nou. Wij van Unava gebruiken gewoon diamond gear. Dus de Khaleesi is voor ons echt geen probleem. Ik moet wel zeggen dat hun koning toch wel een hele sterke gast is. Die is wel echt heel erg goed met vechten. Die heeft zeker wat mensen van ons vermoord. Maar verder, ja, Khaleesi. Oké, ja, ik moet echt eigenlijk gewoon eten hebben om dit om door te gaan, maar ik zie hier een marktplaats, dus dat zou handig zijn, denk ik. Ik denk dat ze hier wel eten hebben, toch? Een marktplaats. Ik bedoel, kom op, daar moeten ze sowieso eten hebben. Aankomst Entropia, vertrek Entropia. Ja hoor, we hebben hier gewoon minecarts gevonden, dus dit gaat waarschijnlijk naar Entropia. Mensen, ik zou zeggen, klik naar de volgende aflevering zo. Doe eerst een like omhoog als je meer wilt, sowieso van de Kingdom Tours. Ik hoop dat we ook op deze video weer een mooi aantal likes kunnen halen. Gewoon even like als je het kijkt. Ik bedoel, kost 1 seconde tijd en je maakt ons ook weer blij mee. De moeite dat we voor jullie doen. Ik zou zeggen, klik door. Er staat ook een link in de beschrijving als je dus het vervolg wilt zien. Ik ga nu op reis in de minecart. En dan zeg ik tot de volgende keer. Koning Schmal out.